FC Antwerpen moest afgelopen weekend vol aan de bak in de halve finale van de BNE Cup tegen Nederlands kampioen Lebo. Voor Bagar & Co een eerste grote test, want Lebo is niet de eerste en de beste. Het is een stugge ploeg die vorig seizoen in Nederland alles en iedereen kapot speelde. En dan is het steeds afwachten wat de jongeren van FTA hier tegenover konden zetten. Het saunagevoel in het rooi was nooit ver weg en zo was het voor beide teams moeilijk om in hun spel te komen. Toch zijn het de jonkies van FT Antwerpen die hiermee het beste omgaan en via Dari en Bouzambou komen ze al snel op 2-0. We spelen ondertussen 10 minuten wanneer ASV Lebo Amsterdam het dan toch doet op de counter. Het staat 2 tegen 1. FT Antwerpen is niet meteen onder de indruk en het is Hamza Zaaf die de 3-1 op het scorebord zet. Dan valt de concentratie wat weg bij de thuisploeg en dat kan je het beter niet doen tegen deze ploeg. Het gaat van 2-3 naar 3-3. Beide teams snakken naar lucht en water, met andere woorden de rust. Al kan FT Antwerpen opnieuw op voorsprong komen. Het is Nezen die de 4-3 binnentrapt. De thuisploeg heeft nog niet genoeg en gaat verder op het elan door in de tweede helft van de eerste helft. Dari met de 5-3 en na een schitterende combinatie is het opnieuw Dari die de eindscore van 6 tegen 3 op het scorebord zet. Dat betekent dat FT Antwerpen nu vrijdag met een bonus van 3 goals kan afreizen naar Amsterdam. Al is de buit uiteraard nog niet binnen. In de andere halve finale van de Binnencup verloor Belgisch kampioen Hallegooi met zware 7-4 cijfers en zij mogen nu vrijdag in de sauna, in de bres, in Halle, vol aan de bak, willen ze nog verder strijden voor hun eerste prijs van het seizoen. Wat ik vandaag gezien heb, dat heeft me serieus bekoord. We zijn nu 3 weken aan de gang. We hebben zeer hard gewerkt en dat was vandaag duidelijk zichtbaar. Veel snelheid, veel agressie, altijd vooruit voetballend. Toch wel een keer of 5-6 met 3 man voor het doellijn. Nee, ik vond dat het een schitterend resultaat was van de volledige ploeg. Ja, het ging goed vandaag. In het begin ging het wat op en neer. Ik denk 1-0, 1-1. Het was een heel fysieke strijd ook, want het was een heel fysiek sterke ploeg met allemaal heel sterke mannen met veel loopvermogen. Maar ik denk dat we daar tegenover goed voetbal hebben gezet en dat we toch met de overwinning zijn kunnen gaan lopen. We hadden goede hoop en we zijn inderdaad in het begin eventjes wat zwak, waren niet eens scherp genoeg. En Antwerpen was scherper dan wij. In de tweede helft inderdaad niet goed uit de kleedkamers, terwijl we wel een goed gevoel hadden. En we hadden goede hoop. De kansen waren volgens mij over en weer. We creëerden genoeg kansen om zelfs denk ik wel misschien wel op voorsprong te komen. Dus ja, eventjes, we waren even de klus kwijt inderdaad, even in het begin van de tweede helft.